is BNR. Luisteraars, u weet, er is een leven na Pep Talk. Ja, er is leven na Pep Talk. En vandaag is dat leven DenkTank met Harmke Pijpers. Dag Harmke. Ja, nou, in DenkTank gaat het over verlichting. Is er leven na de gloeilamprem? He? Ik zie hier een kerstboom met allerlei rare lampjes in de studio. Dat vind ik geen vooruitgang in verlichting. Nee, echte kaarsjes dan maar. Nou ja, toch maar niet. Goed, in 2012 wordt de gloeilamp afgeschaft. En wordt die echt verboden, want hij is milieu-onvriendelijk. Maar hij is wel gezellig. En daarom wordt op grote schaal gehamsterd. Ja. Allemaal wanhopigen in de schappen. Want wat staat ons te wachten en waar is de meeste milieuwinst te halen? En gaat dat ons ook helpen om lichtvervuiling, waar we ons steeds meer bewust van worden, om die terug te draaien? Daarover ga ik praten met drie deskundigen. Ze zitten hier al in de hal met tassen vol met allerlei prachtige voorbeelden, allerlei hoogst moderne lampjes. Is daar ook die kleinzoon van Philips bij die ook zo'n lamp ontwikkeld heeft? Ja. Zit die er ook? Volgens mij wel. Ik weet niet precies wat jij bedoelt. Ja, maar dat was zo een kleinzoon van Philips die in LED-lampen is gegaan en het zelf als klein bedrijf is begonnen. Heb je die straks in de uitzending? Nou, ik weet niet of hij de kleinzoon van Philips is. Nee, volgens mij niet hoor. Nee. Okay. Hij heet Smit, deze meneer met die tas met lampen. Goed. En verder praten we over bacteriën die CO2 opeten en omzetten in brandstof. En over bacteriën waarvan we notabene iets kunnen leren als het gaat om besluitvorming onder stressvolle omstandigheden. Ja, had je toch ook nooit gedacht? Nee, maar iedere volgende keer. Nooit iemand, de auto te leren, man. Als iemand mij een volgende keer een bacterie noemt, zal ik zeggen, ja, eentje die CO2 opeet en weer. Ja, nou goed, en de promovendus van deze week, die heeft zich bezig gehouden met de vraag of het slikken van visolie nou inderdaad goed is voor je hersentjes. Slik jij visolie? Ik slik alle olieën die er maar zijn. Nou ja. Je kan ze niet opnoemen of ik slik het wel. En ik vind het vies. Het is net vroeger de levertraan. Maar ja, ik heb altijd gedacht, het is nuttig. Maar goed, wat onze promovendus daar nu van vindt, dan moet je straks even luisteren. Aan het eind van de DenkTank, dus tegen 3:30. Okay. Meer over die visolie. Veel plezier met al die mannen met lampjes en vragen waarom er zo weinig vrouwen bij zijn. Oké. Dit is BNR. En na de humor met Harmke Pijpers is het weer tijd voor het hangen van Ed Nijpels met Prim Radakishun aan de Gallig. Uw nationale volksgericht, ook wel vermomd als het programma Pep Talk. Mevrouw Datoubar uit Amsterdam, goedemiddag. Dag, hallo, Sabine Datoubar. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Baalt u ook? Bent u ambtenaar of trendvolger? Ik ben geen ambtenaar, gelukkig niet. Maar zit u in het ABP? Nee, ook niet. Nee, gelukkig niet. Ik ben zelfstandig. Oké, dat is wel goed. En hoe vindt u ook dat die Ed Nijpels met zijn 27 commissariaten en waarom, nog voor de duidelijkheid, heeft twee manieren is hij suspect. Eén is hij suspect omdat hij commissaris bij de Dirk Scheringa Bank was jarenlang toen hij fotoproducten verkocht. Tweede, hij was president-commissaris toen het schip zonk. Is hij snel gevlucht. Ten derde, de Tweede Kamer heeft de wet aangenomen waarin staat dat mensen maar 5 toezichthoudende functies mogen hebben bij nieuwe functies. En daarom zeg ik, hij moet onmiddellijk opstappen. Iedereen die het met me eens of oneens is, mag nog bellen 020-468-4x0. Mevrouw Datoubar, hoe kijkt u er tegenaan? Nou, ik denk dat ik met de laatste begin, dat ik ongelooflijk gelukkig ben dat het zover gekomen is. En je kan werkelijk je niet voorstellen dat iemand die 27 functies heeft, dat hij überhaupt iets van kan bakken. Alleen het probleem was tot zover dat er niemand anders tussen kwam, omdat het dus wel ons kent ons gewoon het hele land regeerde. Om een voorbeeld te geven, ik wil geen namen noemen, maar ik heb wel in een... Noem namen. Nee, Pep Talk noem je namen als je geen... Nee, mevrouw Datoubar. Ik heb het over een organisatie en niet over personen. We noemen alle namen. Hier doen we het openlijk. We doen niet aan verborgen hypocrisie. Nee, dat doe ik niet. Dan mag u het voorbeeld niet geven. Nee, een voorbeeld, oké. Ja, maar ik wil wel gewoon een duidelijk voorbeeld geven van ergens waar je een vrouw naar binnen wil krijgen. Maar omdat de voorzitters elkaar ergens hebben ontmoet, dan vinden ze dat die persoon die ze gisteravond gesproken hebben per se in het bestuur moet komen. Ja. Terwijl je denkt van nee, ik ga naar kwaliteiten kijken en ik wil een vrouw bij het bestuur. En niet omdat... En daarom moet u die naam in Pep Talk noemen, want wat voor de volgende keer dat ik hier ben, gaan we die organisatie bellen en maar gaan we die voorzitter ook hangen. Publiekelijk aan de schandpaal. Nee, maar wat voor mij heel erg geweldig is, kijk, dat niet allemaal een lachertje is dat iemand 27 organisaties kan leiden en toezien dat alles goed gaat, dat onmogelijk is. Maar dat ik het ook een ontzettend positieve kant van zie. Dat er hier dus wel jonge mensen, vrouwen, allochtonen en anderen... Ik weet niet wat allochtonen zijn, ik weet wat zwarte zijn. Willem-Alexander is een allochtoon. Ja, dat ben ik. Dus ik heb geen enkel probleem met welke vorm van benoeming van... Mevrouw Datoubar, ogenblikken, want
Hartstikke bedankt. Meneer Andela, want ik ga zo naar Hetebrei en Meili Vos. Dus laat ze meneer Andela weer tot slot nog wat zeggen. Nou, ik zou het graag aan Meili Vos willen vragen. Want ik bedoel, het loopt weer over van slappe hap en daar word ik helemaal doodziek van. Maar ik zou graag aan Meili Vos willen vragen waarom er, en dat is ook de reden waarom de bestaande politiek maar blijft en blijft, en we straks weer paars of lila 9 gaan krijgen. Waarom kan de oppositie geen vuist maken en dit soort praktijken gewoon aanpakken en altijd beroepen, ja, het kan niet, het kan niet. Meili is regel een overgangsregeling. Meili zit in de regering, Andela. Een normaal aantal commissariaten kunnen houden en dat is het dan. En laten we daar gewoon eens normaal als een weldenkend Nederlander over nadenken. En niet altijd roepen, ja, het gaat niet. Het gaat wel als je er met je schouders eronder zet. Meili Vos. Dat is precies wat de oppositie heeft gedaan. Dit is een wetsvoorstel. Als je de reacties hebt gelezen van het veld, van al die commissarissen, die zijn echt pis en pislink dat het nou eindelijk eens een keertje gebeurd is. Dus ik ben eigenlijk wel hartstikke trots dat de motie van de SP hierover, van een amendement, dat is aangenomen. Dit is gewoon redelijk uniek. En VVD en CDA met hun motie, Meili, die CDA, dat ze niet in dienst zijn van bedrijven, is ook, want dan kunnen ze die gouden handdrukken niet meer krijgen. Ja, dat zijn ook allemaal maatregelen die de afgelopen half jaar zijn genomen. En het is echt waanzinnig wat er is gebeurd om gewoon om het gewoon allemaal een beetje schoon te vegen. En ook om het opbouwen net te breken. Maar je kunt ook niet, als wij het vorige week hebben aangenomen, verwachten dat op 1 januari, dus over 2 weken, dat het allemaal. Dus dat weet u ook. Want Nederland begrijpt ook wel dat je geen ijzer met de handen kan breken. En dat je niet alles, dat je de wereld niet 180 graden kan draaien. Nee, maar Meili, wat ik wel wil zeggen. Ik vraag eerst aan meneer Hetebrei, dan kom ik. Martin Hetebrei, als je nu kijkt, hè, je ziet dat er toch een andere volksmentaliteit is, waardoor zelfs CDA en VVD met wetsvoorstellen van de SP op dit punt instemmen. Kan je uitleggen hoe dat komt? Nou, ik denk dat het zeer goed is wat dat betreft gebeurd. Ik ben helemaal eens met Meili Vos wat dat betreft. Er is denk ik een verandering in maatschappelijk klimaat gaande toch, naar de grote crisis en naar wat er met de banken gebeurd is. Dus de mensen worden kritischer op dit moment. Ja. En dat is op zichzelf hartstikke goed. Denk erom, het gaat inderdaad, het zal nooit snel gaan. Je zult ongetwijfeld ook tegenzetten krijgen. Dat Oldboys netwerk, dat gaat zich hier niet zomaar bij neerleggen. Het gaat gewoon wat groter worden, heb je kans op. En dan vervolgens krijg je weer precies hetzelfde. Dus er zijn veel meer problemen. En het vraagt nog een veel fundamentelere aanpak dan alleen dit wetsontwerp. Maar er zit ook iets van een collectieve machteloosheid. Waarbij iedereen als een gek zijn best aan het doen is om er iets van te maken. En mijn probleem, een beetje met de benadering van Prem, van jou is, dat je zo kwaad wordt, dat je in feite eerder bijdraagt aan het probleem via die benadering, dan dat je eraan afdoet. Okay, nou, en ik vind het jammer dus om iemand als een Nijpels patjepeer te noemen. Hij is het hetzelfde, toch? Nee, hetzelfde hij wordt gebeurde toch betaald uit de ABP collectieve pensioengelden? Het gaat me om een bepaalde strategie. Bos werd een draaikont genoemd. Kan hij niks meer tegen zeggen. Van Dam zegt er op een bepaald Pim Fortuyn, u bent een slecht mens. Kan hij niks meer tegen zeggen. Ja. Wilders zegt op een bepaald moment minister Vogelaar, u bent knettergek. Ja. Dat zijn allemaal dezelfde strategieën. En dat zijn gewoon geen goede manieren om discussies te voeren. Want je breekt discussies af, want iemand kan zich niet meer verdedigen. Hoe kan Nijpels nu tegen jou nog zeggen, met jou nog in discussie gaan? Als van hem zegt, jij bent een patjepeer, dan kan Nijpels nog niks meer terugzeggen. Waarom niet? Ik begon met mevrouw. Nee, dat kan hij niet. Want hoe moet hij nou ontkennen dat hij een patjepeer is? Maar Martin, ik begon de uitzending met mevrouw Balieu uit Rotterdam en die veegde de vloer terug met me aan. In het debat zeg je elkaar keihard de waarheid. Meneer Andela zegt me soms dat ik uit mijn nek klets. En dat is het leuke aan een debat. Ja, alleen, dat begrijp ik al. Je hebt ook weer een speciale stijl. Maar desondanks, het is geen goede manier. Laat ik zo zeggen, als je elkaar gaat uitschelden, dan kun je in feite geen harde discussie meer voeren. Want je kunt geen argumenten meer uitwisselen. Dat is waar. Oké, ik moet het hierbij afronden. Ja. Martin Hetebrei, kijk, je eindigt toch wel een debat waar je van me wint. Althans, waar je me een beetje in de les leest. Meneer Andela, dankjewel. Lieve Meili Vos, hartstikke bedankt. En keep up the good work. Verander de mentaliteit van al die witte mannen. En zorg dat ze met je anders gaan denken. Dankjewel iedereen die heeft meegedaan. Zo meteen zit hier Denktank met Harmke Pijpers. Morgen zit hier na een afwezigheid van 2 weken Frederik de Jong. En zoals u weet heb ik het nu druk met de opnames van mijn nieuwe televisieprogramma De Herkansing. Daar vanaf 6 januari op Nederland 1 te zien is. Dus weet ik niet of ik voor 31 december, want op 31 december hebben we een speciale pep talk, weer zal presenteren. Ik heb vandaag genoten. Echt genoten. Iedereen die heeft deelgenomen aan het programma, bedankt. U heeft mijn dag mooier gemaakt. Dat is ook voor mevrouw Balieu en ook voor al die mensen die over schaatsen praten en ook voor Martin Hetebrei. Namaste, dag. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Schuttelaar en Partners, Latus.nl en de Debatacademie.nl. De Debatacademie maakt van elk congres een succes.
elke dag. On the move. In de middag met Niels Heidhuis. Het laatste nieuws. Overzicht van de beursdag. Buitenlandse media. En internet vandaag. Dit is het belangrijkste nieuws op BNR. Je bent bij voordat je er bent. In On the Move met Niels Heidhuis. Van 4:30 tot 7:00. BNR. Bespaar.